zijn weer bij het Jos Die Bent Pret praatloket. En ik heb Erwin bij me zitten. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen, Rian. Het is zaterdagochtend en je kwam even een bakkie doen bij mij, waar? Ik kom even gezellig even een kopje koffie bij drinken, bij gezellig. Ja, en we gaan ook nog even wat rommel opruimen, want er staan veel te veel dozen in mijn kantoor. Ja, laat Corrie altijd wel zien, dus we gaan een beetje rommelen. Maar jij hebt ook de persconferentie gehoord, hè? Ja, ik heb ook de persconferentie gehoord. Nee, ik wist niet wat ik hoorde. We denken niet dat er nog Jos die bent. Maar nou hoor ik van Leon, vanmorgen. Toen bij jou thuis was van, hé, we hebben weer schuimen weer boezen van Jos. Nou ja, er is gezegd dat je weer met muziekgezelschappen mag repeteren. En wij zijn een muziekgezelschap. Dus ik denk dat we wel weer mogen repeteren vanaf woensdag. Nog niet met allemaal, denk ik. Nee, want je moet natuurlijk nog een beetje ruimte houden. Nee. Maar als we maar weer met de helft aan de slag kunnen, toch? Nou, dat zou ontzettend mooi zijn. Je was er helemaal stil van geworden, zei je. Ik was er stil van, toen ik zo hier op het kantoor zit bij je. Ja. Met een kopje koffie. En denk van, ik ben er stil van. Nou, ik zit in mijn gedachten van, ik hoop dat er... Ja, je liet bijna een traantje zelfs. Ik ga ervan uit. Ja, je liet bijna een traantje, waar Erwin? Ik heb het zo gemist, maar ook aan de andere kant. We moeten ook een beetje, kom op, flink zijn. Daarom. Het is goed voor dat het is. En, zo is het. Het zou mooi wezen als we weer woensdag weer kunnen met een helft kunnen musiceren. Ja, precies. Ik ga het maandag even met de directie even afstemmen wat er mag en wat er kan. En, maar ik heb goede moed, Erwin. Ik ook. Ik ga ervoor. Zo is het, joh. En dan hopen we natuurlijk dat we dan over een aantal weken weer met z'n allen tegelijk kunnen repeteren. Daar gaan we zeker vanuit, Leon. Maar we blijven positief in de goede zin van het woord. En woensdag, en op zaterdagochtend misschien met kleine groepjes weer lekker repeteren. Graag. Dan gaan we weer lekker aan de slag, toch? Kijk, ik heb er zin in. Nou, top, Erwin. Hey, wij gaan nog wat rommelen. En zeker weten. Ik zie je alweer een keer. Oké. Doeg! Doei, dag Leon.